Het is 11 april en ik wil het vandaag hebben met je over opruimen. Dit is een nieuwe vlog van 365 dagen autisme. Hoi, ik ben Gijs Hovers en ik wil je meenemen in de wereld van autisme. Of misschien wel in het leven zelf. Daar komen we geleidelijk aan in deze vlogs wel met elkaar achter. Vandaag ga ik voor de eerste keer echt een kijkersvraag beantwoorden. Ik heb tot nu toe tussendoor gedurende de vlog natuurlijk wel jullie vragen beantwoord. Maar vandaag kwam er eigenlijk een hele concrete vraag van Patrick. En die vroeg, hey Gijs, ben je goed in huishouden doen? Heb je nog tips? Ik kan ten eerste niet zeggen of ik goed ben in huishouden. Ik kan je wel ongeveer mijn huis laten zien. En dan daaraan mag je zelf oordelen wat je daar maar vindt. Ik vind het wel prettig om een opgeruimd huis te hebben. Waarom? Ik heb ooit eens gehoord, als je een opgeruimd huis hebt, heb je ook een opgeruimd hoofd. Een hele hoop mensen zullen daar natuurlijk wel van allerlei dingen weer over denken. Gooi het vooral in de comments, schrijf het hieronder. Laat me weten wat jij daarover denkt. Maar ik heb weer drie leuke tips voor je. En er zullen tussendoor natuurlijk nog wel meer tips komen. Eerst een van de belangrijkste tips is werk vanuit overzicht. En ik merk dat bij mezelf, dat vaak lastig is. Maar dat zie ik ook bij mensen die ik begeleid heb en bij verhalen die ik hoor, dat overzicht creëren eigenlijk soms nog best wel lastig is. Hoe kun je dat dan goed doen? Nou, ik heb daar zelf wel een toffe tip voor eigenlijk. Als ik ga opruimen, dan zorg ik dat ik alle spullen die ik gedurende het opruimen tegenkom, waarvan ik denk van, wat moet ik daar nou mee? Dat ik op een plaats leggen waar ze allemaal bij elkaar liggen, zodat ik ze later kan uitzoeken, want het hoort eigenlijk niet bij het opruimen. Meestal leg ik ze op de tafel en dan ga ik ze later wel uitzoeken. Maar ik ga eerst opruimen en een hele hoop dingen op hun juiste plaats zetten. Dus waarschijnlijk in een kast of op een plek waar ze standaard liggen. En al die dingen waar ik er even niet van weet, of die heel erg lang duren, die leg ik op de tafel. Dan ga ik ze rubriceren. Dan maak ik er eigenlijk een soort stapeltje van. Want vaak zit er heel veel papier bij. Of bepaalde dingen die naar de badkamer moeten. Of bepaalde dingen die eigenlijk weg kunnen. En dan doe ik die dingen tegelijk. Als er iets weggegooid moet worden, gooi ik alles tegelijk weg. Niet dat ik de hele tijd lopen ben naar de prullenbak. Er blijven natuurlijk altijd dingen over na zo'n opruimsessie. Nou, die doe ik in de bak. En met later wel eens uitzoeken. De volgende tip is eigenlijk werk vanuit routines. Ik zie wel vaak mensen die gaan troubleshooten als er iets moet gebeuren. Er komt visite, het huis moet opgeruimd worden. Mijn kleren zijn op, dus er moet gewassen worden. Voordat je helemaal vastraakt in de structuur, dat is ook weer niet de bedoeling. Maar je kunt bijvoorbeeld wel een bepaalde dag dat je de was doet. De wasdag, dat kennen we zelfs in onze taal. Even een doekje over de tafel na de afwas. Het is maar een kleine routine die je in je leven extra kunt doen, die vaak wel voor een opgeruimde tafel zorgt. Gelijk opruimen wat je gebruikt, dat wil ook wel eens heel erg goed helpen. Ik hoop dat jij iets hebt aan deze tips, Patrick. Ik hoop dat jullie als andere kijkers ook iets hebben aan die tips. En vergeet niet, doe het stapje voor stapje en wees daarbij jezelf. Want voordat je een heel clean huis gaat verwachten, als je dat nooit hebt gehad, daar leg je jezelf ontzettend hoge druk op. Ben ik vergeten om mijn huis te laten zien? Nou, kijk even mee. Wow, gaan we die kant op? Ja, kijk, daar is mijn tafel. Ligt een klein stapeltje.